anderhalf jaar geleden begonnen met een vaardag. En die heeft zoveel impact op ons gemaakt dat wij zoiets hadden van wij gaan hiermee door. En dat heeft geresulteerd nu in waar we nu zijn. En we gaan verder, we gaan door met nog meer mooie dagen. En met een nieuw mooi schip. Nou, daar wordt straks nog meer over verteld. Allereerst wil ik Mark weer bedanken en Margriet voor het heerlijke eten. Straks hoop ik tenminste hoor. Dankjewel. En Eva gaat jullie even bijpraten over de stand van zaken van het schip en nog een paar andere dingetjes. Dus Ja, we zijn allemaal een keer de dag met mij mee geweest en weten hoe het gaat en hoe ik het de afgelopen 12 jaar heb gedaan. Vaarwet zal veranderen met de komst van het nieuwe schip. Ik zal niet al die vaardagen meer doen. Er zullen meerdere schippers komen, er zullen meerdere vrijwilligers beurtelings met elkaar meegaan. Maar dat wil niet zeggen dat Vaarwens dusdanig gaat veranderen dat wij dat het een ander gezicht gaat krijgen. Iedereen wordt er, alle schippers worden ook opgeleid en om een beetje te entertainen en een beetje gezellig te doen. Dus dat komt helemaal goed, daar heb ik helemaal geen zorgen over. We blijven met de meander varen. Als er een beurs is en het nieuwe schip ligt op de Hiswa of op een of andere havendag in IJmuiden of wat dan ook, om te promoten, de stichting te promoten. Donateurs werven, rondjes varen, dokken en meevaren, weet ik wat je allemaal kunt bedenken. We bedenken van alles straks. Dus het schip wordt flink gebruikt met elkaar. Dan gaan wij die vaardagen met de meander weer doen. Dus dan hoop ik jullie eveneens ook een keer weer bij mij aan boord te zien. En dat het voor de gasten eigenlijk een dagje uit is. Ik ben in Harlingen geweest. Jongens, voor een heel ding. Ben je serieus? Een prachtig schip. Ja, ik sta zo ver in het gangboord. En dan heb je helemaal gesloten gangboorden, heel breed. Dus er kan niemand zijn voet overboord steken, er kunnen geen handen tussen komen, er kunnen geen hondjes overboord vallen. Het wordt een grote ruimte, de kuip en de stuurhut. Het wordt een heel mooi schip. En ik ben eigenlijk trots op het werk. En de werf is eigenlijk al zover dat ze zeggen van, het wordt zo'n leuk schip. Het zou best eens zo kunnen zijn dat er een particulier zegt van, zo'n mooie boot wil ik ook. Gelukkig liggen de richter bij Vaarwens, dus dan doen we de exercitie gewoon nog een keer. Social media heel veel doet, het Facebook, LinkedIn, Twitter, waar je ook op zit, deel het, volg het, like het, zet een reactie onder. Hoe meer mensen het weten, hoe meer dat wij merken dat er reacties binnenkomen, giften en al dat soort dingen. We hebben inmiddels een vaste assistent aan Marga, en dus we gaan ook bepaalde verplichtingen aan. Dus we moeten ook zorgen als stichting dat we een stukje continuïteit houden. Dank jullie wel voor die komst. Mooi. Is je vast aan? Ja. Okay. Er is iets toch wel maandag voor mij heel moeilijk gebeurd. Ik ben namelijk, heb ik mijn voorzitterschap overgedragen naar Lieselot. En gelukkig kon ik het aan Lieselot overdragen, want aan haar geef je ook het hart van Vaarwens. En dat kan ze heel goed. Ze zou er vanavond zijn, maar ze is helaas verhinderd. Ik ben dan daardoor, want als je niet meer in het bestuur zit, ja, dan heb je ook niet zo heel veel meer te vertellen. Of je moet directeur worden. Nou, oké, dan maar directeur. Daar hangt een zwaar. Daar hangt natuurlijk een salaris aan. Ik dacht, oh, leuk, maar nee hoor, dat is een soort van vergoeding, weet je wel. Nou, ik vind het allemaal prima. Dus dat is eigenlijk wat ik maandag was een hele fijne dag. Alleen Frans Waassen ging uit het bestuur door omstandigheden. Dat heeft me, ja, ik vind dat moeilijk. En ik mis je dan. En mijn voorzitterschap heb ik overgedragen na 12,5 jaar. Dat is, was niet niks. Nou, dus vond ik ook goed. Maar goed, we gaan weer verder. Geef een nieuwe inspiratie. Ja, geef een nieuwe inspiratie. We gaan weer verder. En wat er heel leuk is, we kregen gisteren het goede nieuws dat wij zijn bij de nieuwjaarsduik Scheveningen. Als goede doel. Dus de eerste 10.000 zijn we weer binnen. Want de doop is eind van het jaar, maar we weten niet wanneer. Dus ik zeg tegen Evert, ja, we kunnen niet een datum plannen om een feest te geven. Dus wij gooien gewoon die champagne er tegenaan en we gaan varen met dat ding met een aantal mensen. En die weten we nog helemaal niet, maar we doen het heel klein alleen maar voor de werf, voor de mensen die daar werken, die het schip gebouwd hebben.
En dan gaan we de intocht van Varens doen in plaats van Sinterklaas hier in Monnikendam. Oh. Dus een sail in. Er gaan heel veel bootjes meevaren. En allemaal komen ze dan op een gegeven moment samen met het nieuwe Varensschip. Monnikendam binnen. En in Monnikendam is het dan feest met live muziek en allemaal kraampjes. En we hebben al met de gemeente gesprekken gehad. En een heleboel ondernemers hebben we al gecharterd. Het wordt heel erg leuk. Ja, gigantisch feest. Ja, en daar, Harry, neem jij het dan over? En het kwam 28 maart en jullie hebben het al in de agenda gezet. Ja, enthousiaster dan jullie allemaal zijn, hoef ik jullie ook niet te maken, maar wel voor de 28ste. We zitten soms tegenover elkaar, Inge en ik zijn ermee bezig en Frans Jong binnen de club en we hebben wat adviseurs. We zitten soms dat we elkaar aankijken van hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Dus we hebben iedereen nodig. We hebben iedereen nodig. Rozen wil ik eigenlijk symbolisch overhandigen, want ik vind het zo ongelooflijk knap dat je 12,5 jaar deze toko hebt gerund. Dat je 12,5 jaar, 3-4 dagen in de week voor mensen die dus heel erg ziek zijn, een verhaal vertellen waar mensen allemaal helemaal stil van worden en heel enthousiast van worden. Dikke proficiat, ook namens mij. Daarnaast ook die fantastische stukjes, Evert, die je schrijft. Ik geniet er alle dagen van. Maar dit moet ik toch even kwijt. Ik wil het toch met z'n allen verdelen. Ja, heel goed. Ik wil het. Ja, precies. Ja,